Welkom bij deze video over hoofdstuk 5 straling. We gaan kijken naar paragraaf 5.2 atomen en verval. Als eerst kijken we naar het atoom zelf. We weten dat een atoom een bepaalde atoomkern heeft met protonen en neutronen en een elektronenwolk daaromheen. De elektronenwolk is vele malen groter dan de kern zelf en de verhouding is ongeveer 1 staat op 1000. We kunnen verschillende deeltjes in die elementaire deeltjes onderscheiden. We hebben protonen, neutronen en elektronen. Protonen geven we aan met een plusje, met een 1,1 p-plus deeltje, dus positief geladen. Neutron is een 1,0 neutron en elektron is een 0-1 elektron. Dan min 1 staat hier voor de lading min 1, want de valentie maakt in principe niet uit bij kernfysica. De massa van een proton is ongeveer gelijk aan 1 u en dat is 1,66 10 tot de macht min 27 kilogram. Dat kun je ook vinden in Pina's tabel 7. Neutronen hebben ook een massa van ongeveer 1 u. En elektronen hebben een massa van ongeveer 0 vergeleken met de massa van neutronen en protonen, omdat de massa hiervan een factor 1000 keer zo klein is, ongeveer. De lading van een proton en de lading van een elektron is hetzelfde, maar wel tegengesteld. Elektronen zijn negatief en protonen zijn positief. Deze hebben de lading van het elementair ladingsgewand, welke ook in Pina's tabel 7 te vinden is. Het atoomnummer Z is het ladingsgetal. Het massagetal noemen we is het aantal protonen plus het aantal neutronen. En de massa van het atoom is het massagetal keer het element keer 1U, wat 1,66 10 tot de macht 27 kilogram is. De valentie betekent hoeveel elektronen er uit de schil zijn verdwenen. Probeer hieronder het rekenvoorbeeld te maken van ijzer. Het aantal protonen, neutronen, elektronen, massa en de lading willen we namelijk weten van 56, 26, ijzer 3+. Zet daarom nou de video op pauze en probeer deze vraag te maken en speel hem daarna verder af om te kijken of je het antwoord goed hebt gedaan. IJzer ziet eruit, ja, als we gaan kijken hoe IJzer, hoe dit ion eruit ziet, nou, staat die Z voor het atoomnummer, A is het massagetal, V is de valentie en N, die zien we eigenlijk niet normaal bij natuurkunde, maar wel bij scheikunde vaker terug. Dat is het aantal atomen wat in een molecuul zit, zoals I2 of alle andere dingen die in tweetallen voorkomen of bij moleculen, dat je meerdere dingen hebt. Het aantal protonen in deze is gelijk aan het atoomnummer en dat is 26. Het aantal neutronen, het massagetal is 56, we hebben 26 protonen, dus we hebben 30 neutronen. 56 min 26 is namelijk 30. Het aantal elektronen is hier niet 26, want we hebben een lading van 3+. En gezien protonen zelf niet kunnen bewegen en elektronen wel, zijn er 3 elektronen weggegaan. Dus hebben we 26 min 3 is 23 elektronen. De massa van het deeltje in kilogram is het massagetal van 56 u, ja, kunnen we uitrekenen met u is 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram, oftewel 9,3 keer 10 tot de macht min 26 kilogram. De lading van dit deeltje is 3+, dus de totale lading hier is 3 keer het elementaire ladingskwantum, wat uitkomt op 4,83 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Niet heel erg moeilijk als het goed is. Isotopen kom je ook vaak tegen. Isotopen hebben een ander massagetal met hetzelfde atoomnummer. Nou, denk bijvoorbeeld aan koper 63, koper 64, koper 65. Het is allemaal koper, want het aantal protonen is dus hetzelfde. Atoomnummer is het aantal protonen en dat is hetzelfde, want anders heb je een ander molecuul of een ander atoom. We hebben verschillende soorten atomen. We hebben stabiele isotopen en we hebben instabiele isotopen. Stabiele isotopen komen in de natuur voor en instabiele isotopen komen niet in de natuur voor. Stabiele isotopen vertonen dan ook geen vervalreacties en instabiele isotopen vertonen wel vervalreacties. Die instabiele isotopen kunnen we zelf creëren of kom je soms toch wel in de natuur tegen omdat ze gewoon nog niet vervallen zijn na de oerknal. Instabiele isotopen komen vervalreacties voor en dan ontstaan er deeltjes. De volgende deeltjes moet je wel uit je hoofd leren. We hebben alfadeeltjes, dat is een 4-2 helium 2+ kern. Dan maakt dat 2+ weinig uit bij kernfysica. Een beta-min deeltje is 0-1 elektron. Een neutron is een 1-0 neutron. Een proton is een 1-1 proton. Een gamma deeltje is eigenlijk gewoon een energiepakketje, want die heeft geen massa en is ook is gewoon een energiegolf, een energiepakketje, fotonen ook wel genoemd. En een B+ deeltje is een positron, want dat is een 0-1 elektron met een positieve lading.
Bij vervalreacties gaat het erom dat de hoeveelheid neutronen en protonen altijd gelijk moet zijn. Dat is de wet van behoud van massa. Ook de lading moet gelijk zijn met de lading. En rechtsboven schrijven we niet op. Die staat bij ons altijd linksonder, want de elektron is daarom een 0 min 1 deeltje. Als we gaan kijken naar de vervalreactie van uranium, probeer deze zelf op te stellen en kijk daarna of je hem goed hebt gedaan. Zet daarom nu de video op pauze. Als we kijken in BINAS zien we dit staan bij uranium. Uranium-238, daar zien we rechts in de hoek staan dat alfa 4,18, dat betekent iets van de energie, maar die hebben we nu nog niet nodig. En gamma, dus we hebben alfa en gamma ontstaat er bij de vervalreactie. Uranium, we schrijven sowieso het alfa deeltje op, dat is een 4,2 heliumkern. En een gamma deeltje is een 0,0, maar die moeten we wel erbij schrijven. Als we een 4,2 heliumkern eruit staat, moet 238 gelijk zijn aan iets plus 4. En dat is dus 234 als massagetal en 90 als atoomnummer. 90 plus 2 is 92. En plus 0 is ook 92. De massa is dus gelijk en ook de lading. Als je dan gaat opzoeken bij atoomnummer 90, zie je dat dat thallium is. En dus schrijf je daar TH van thallium neer. Probeer nou het volgende rekenvoorbeeld eerst zelf te maken. En speel daarna de video verder af om deze vraag op te lossen. Als je nog geen BINAS bij de hand hebt, kun je nu even kijken wat er in BINAS staat rechtsboven. En anders zet je de video weer verder op play als je de vraag gemaakt hebt. Het alfa-actieve francium-isotoop. Alpha actief betekent dus dat alpha verval is, en dat is bij francium 221. Die kunnen we opschrijven. Er moet een 4,2 heliumkern ontstaan. 221 min 4 is 217 en dat is geen gamma, dus dit is zo goed. En 85 protonen hou je over. 85 plus 2 is 87. Bij 85 kun je opzoeken en dan kom je op atoomnummer AT uit. Het meest stabiele beta-actieve francium-isotoop. Meest stabiel betekent dat de halveringstijd het langst duurt, want daar blijft het langste zonder te vervallen. En dat is bij 223 francium. Want die is 21 minuten en 224 ook beta-verval, maar dat duurt maar 3 minuten. Gaan we die oplossen, zien we dat er een beta-min-verval is. Die kunnen we opschrijven, dat is een 0 min 1 elektron. En ook gamma, dus die moeten we erbij schrijven. 0 min 1, 87 is iets plus min 1, dus dan moeten we 88 protonen hebben. En het aantal massagetal blijft gelijk, want een elektron heeft geen massa. Dus krijgen we 223 88 radium. Je bent op het einde gekomen van deze les. Hopelijk is het onderwerp nu wat duidelijker voor je. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog vragen hebt, kun je ze onder in de comments stellen. Je kunt alle bestanden natuurlijk ook gratis downloaden van de website om het thuis nog rustig door te lezen. Veel succes en tot de volgende video.